Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag woensdag 17 november. Zo zoetjes aan zien we dat de bereidwilligheid onder het vaccineren wat toeneemt. Alleen zien we nog niet waar we moeten zijn. Als we naar de cijfers kijken, zien we dat van de totale populatie, dat zijn er 601.158 mensen, maar 42.693 personen die hun eerste prik hebben gehad. Van de doelgroep populatie zit dat op 52,81%. Als we kijken naar het percentage volledig gevaccineerden, zitten we op 35,21% van de totale populatie en 43,95% van de doelgroep populatie. Dat is nog erg weinig. Vandaar dat heel wat bedrijven zijn overgegaan om samen met de COVID-vaccinatie mobiele unit om vaccinatiedagen te organiseren. Maar ook op de ministeries worden mensen en in het bijzonder personeel al daar in de gelegenheid gesteld om zich te laten vaccineren. Gisteren namen wij een kijkje op het ministerie van Openbare Werken, alwaar het personeel en hun naasten in de gelegenheid gesteld werden zich te laten vaccineren. Minister Riad Noor Mohammed geeft aan dat de economie weer gauw op gang moet komen en ziet het als minister als zijn plicht ook de overheid een handje te helpen door het ministerie ter beschikking te stellen, zodat mensen zich kunnen laten vaccineren. Het doel is om het personeel van openbare werken, maar ook de buren, alle bedrijven die dicht bij het ministerie van Openbaar zijn, de gelegenheid te geven om dicht bij huis, of laat maar zeggen in eigen huis, een vaccinatie te kunnen krijgen of een booster te kunnen krijgen. We hebben alle producten vandaag, dus men heeft genoeg keus. Dat is één reden. Een tweede is om de regering, het land te helpen om die economie sneller op gang te krijgen. Want je weet, door COVID is de productie achteruit gegaan. De werkuren zijn achteruit gegaan, we werken in relatie. Dus er is heel veel, tussen aanhalingstekens, verlies. En we moeten de economie weer laten rijden. En een derde ding is ook, je hebt mensen die misschien niet elders willen gaan. Dus dit is de optie om in eigen huis dat te doen. En dat hebben we gedaan door goede voorlichting te geven aan het begin. En vandaag is het moment. En er is nog een belangrijke reden. Dat is dat het aantal besmettingen bij ons enorm was. En ook er zijn ook overlijdens gevallen. Dus we hebben dan ook gezegd, hier vanuit die verantwoordelijkheid om anderen ook te beschermen om zo'n dag in eigen huis te organiseren. Dus het ziet er goed uit. We zijn 9 uur gestart en er was al een rij. En we zijn de hele dag open. Het is voor iedereen, dus de buurt mag ook komen. Het gaat goed. Er zijn mensen die dus los van de normale vaccinatie ook heel veel boosters hebben genomen vandaag. Op de vraag hoe er omgegaan zal worden met ongevaccineerde werknemers, zegt minister Noor Mohammed dat er infosessies gehouden zullen worden aan degenen die hun twijfels hebben over het vaccin. Met ingang van 1 december zullen de niet-gevaccineerden bij het betreden van het gebouw door middel van een test moeten kunnen bewijzen dat hij of zij niet besmet is. Kan dat niet, dan is zaken doen met het openbare werken niet meer mogelijk. Dus bij die ongevaccineerden gaan we ook weer dus er zal een klein groepje zijn die misschien nog twijfelt. Voor die gaan we dan heel specifiek informatiesessies met deskundigen geven, zodat ze zeker zijn en goed geïnformeerd zijn en die stap zelf kunnen maken. Een tweede ding is, als ze binnenkomen na 1 december, dan moeten ze aantonen dat ze niet besmet zijn. Want als je besmet bent, dan ga je andere mensen besmetten. En we willen niet hebben dat andere mensen doodgaan. Dus dat willen we niet hebben. Dus het gaat om de veiligheid van iedereen. Dus vanaf 1 december ga je eigenlijk geen zaken meer kunnen doen met OV als je niet, bij wijze van spreken veilig binnenkomt. Dus vaccinatiekaart, sneltest moet je kunnen aantonen om zaken te kunnen doen hier binnen openbare werken. Ja. Mark Sprenger, speciaal afgezant van Nederland, schetst de situatie in Nederland als heel erg slecht. Het hoogste aantal besmettingen dat dagelijks geregistreerd wordt is zorgwekkend. Dat komt ook door de vaccinatiegraad. Als er gekeken moet worden naar het aantal inwoners in Nederland, zijn 5 miljoen mensen nog niet gevaccineerd. Maar ook de maatregelen die werden losgelaten, zijn daar de oorzaak van. De nieuwe COVID-golf in Nederland zou een hele belangrijke waarschuwing moeten zijn voor Suriname. Het is enorm slecht. Ja. We hebben het hoogste aantal nieuwe positieve mensen. Dus als je kijkt naar de hele COVID-epidemie, dan is de afgelopen week zijn de hoogste aantallen bereikt.
We zien ook dat de ziekenhuizen komen ook weer mensen in. We zien dat de intensive care vol gaat lopen. Mm-hmm. Dat is een hele moeilijke situatie. Nee. Nou, in de eerste plaats, de vaccinatiegraad in Nederland is ongeveer 70% van iedereen. Hè? Dus als je kijkt, de hele bevolking is 70% gevaccineerd. Nou, dat betekent dat als je naar Nederland kijkt, toch nog 5 miljoen mensen niet gevaccineerd zijn. Ja. Dan ging het steeds beter met COVID. En daardoor vonden we eigenlijk ook dat we de maatregelen konden laten schieten. En dat we eigenlijk weer teruggingen naar normaal. En toen we dat deden, toen zag je eigenlijk gelijk een week later dat alles ging stijgen. Ja. Dus ga je terug naar normaal, dat wil zeggen geen mondmaskers, geen afstand, geen voorzorgsmaatregelen. Dan zie je in niet alleen Nederland, maar ook Duitsland, Oostenrijk, dat dat echt gaat gewoon echt skyrocket in één keer. Ja. Nou, en daar schrik je enorm van, maar dat is dus wat gebeurt. Als je dus toelaat dat mensen weer samen kunnen komen, weer feesten, noem maar op. Ik denk dat dat echt een hele belangrijke waarschuwing is voor Suriname. En dat betekent dat dit virus ongelooflijk gemeen is. En dat als je dus denkt dat het weer goed gaat, dat je, en je laat de maatregelen een beetje varen, omdat niemand het leuk vindt met een mondkapje, niemand vindt het leuk om niet bij elkaar te kunnen komen. Maar dat je dus dan gewoon meteen ziet dat het misgaat. Ja. Kijk, en het lastige in Suriname is dat de ziekenhuizen zijn beperkt in hun capaciteit. En dat zag je nu al toen het aantal patiënten steeg. Ja, de ziekenhuizen konden ze niet allemaal opnemen. Ja, ja. En dus zag je dat bijvoorbeeld het checkpoint KKF, dat er heel veel mensen lagen. En die moesten eigenlijk doorgaan naar een ziekenhuis. Maar die ziekenhuisbedden lagen ook allemaal vol. Dus ik moet heel eerlijk zijn dat ik heel erg bang ben dat het behoorlijk fout kan gaan. Ja. Als het ook in Suriname gebeurt. Het kan behoorlijk fout gaan in Suriname als de maatregelen niet worden nageleefd. Wat wij in deze aflevering ook met u willen delen, zijn de beelden op de IC van het Academisch Ziekenhuis. Onlangs kregen wij een rondleiding daarbinnen. Wat we daar te zien kregen is niet mals. COVID besmette mensen die vechten om hun leven te blijven. Triest. Kijkt u naar de volgende beelden. De zaalartsen Samantha Gids en Nolan Sedok werken naast het overig zorgpersoneel dag en nacht om de zorg te verlenen aan deze zwaar besmette patiënten. Ik heb de afgelopen nacht de dienst gehad. Ik ben gisteravond ongeveer om 10 uur begonnen en ik ga nu pas terug naar huis. We hebben volle zalen op de intensive care voor COVID-positieve patiënten. En echt dagelijks vol. Als er een bedje vrijkomt, is het in maximaal een uur, een half uur weer gevuld. Er zijn altijd 2 tot 3 patiënten die wachten op een plek op de intensive care. En we kunnen helaas die plek niet altijd bieden, omdat we gewoon vol liggen. Het aantal besmettingen buiten lijkt iets af te nemen, maar op de intensive care liggen we vooralsnog gewoon vol. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen dit weten en dit ook meenemen in hun besluiten. En dat het motiveert om zich aan de maatregelen te houden en zich te laten vaccineren. Ja, goedemorgen. Mijn naam is Dr. Shiddop. Ik ben ook intensive care zaalarts. En het is toen een drukke nacht in de rug. Het is echt duidelijk dat het aantal mensen dat positief is getest, dat het aantal gewoon toeneemt. En het is echt gewoon van belang dat we met al die maatregelen worden genomen, we ons gaan laten vaccineren. En bovenal gewoon goed op onszelf blijven letten. Ja, want COVID maakt je echt geen grap. Het is echt gewoon een ziekte die gewoon mensen gewoon achteruit laat gaan en uiteindelijk de dood inbrengt.
Het zogeheten convalescentplasma is een bloedproduct dat antilichamen bevat tegen het SARS-CoV-2-virus en wordt verkregen van de mensen die zijn hersteld van COVID-19. Het wordt ook wel plasma-antilichamen genoemd. Doel van het onderzoek is om te kijken of deze antilichamen het virus neutraliseren om te zorgen dat het zich niet verder kan vermenigvuldigen en zo schade kan geven. Cardioloog-anesthesioloog Rosita Bihari Singh geeft aan hoe en wanneer plasma toegediend kan worden. We zijn nu hier op de IC, waar natuurlijk COVID-patiënten liggen. Ja. Kunt u wat nader ingaan op het gedeelte over plasma? Als de patiënten dus hier komen te liggen op de intensive care, dat wil zeggen dat ze vitaal bedreigd zijn. En als de klachten minder dan 7 tot 8 dagen bestaan, en zij voldoen aan de criteria om plasma te krijgen, dan wordt dat aan hun gevraagd. Dus de klachten moeten minder dan 7 tot 8 dagen aanwezig zijn. Dan pas wordt er plasma toegediend. Dat is een van de voorwaarden. Er ligt hier een patiënt die niet zo lang geleden binnen is gekomen en die het helaas niet zo goed doet en worden voorbereidingen getroffen om mevrouw aan de beademing te leggen. Kunt u mij even een status update geven van hoe erg is het hier op de IC en human resource? Om met human resource te beginnen, er is weinig personeel. Verpleging is moe. Verpleging heeft rust nodig. Er zijn een aantal verpleegkundigen ook vertrokken naar het buitenland. En alhoewel de aantallen minder zijn die positief zijn, zien we dat niet terug in onze IC-getallen. Er is nog steeds een wachtlijst. En zo gauw er één bedje vrij komt, dan is dat ook al heel snel gevuld. Dus wij zien de afname van patiënten op de IC nog niet terug. Het is nog steeds ongoing. Gaat het dan om gevaccineerd of van gevaccineerd? Nou, het grootste deel is toch wel niet gevaccineerd. Het zijn allemaal hele bewerkelijke patiënten. Hè? Nou, sowieso, als je op de IC komt, is dat heel bewerkelijk. Het is niet even liggen op een bed en zuurstof krijgen. Nee. Je moet alle vitale functies, en vitale functies zijn functies die je nodig hebt om te kunnen overleven. Alles moet je ondersteunen. Toch met medicamenten, met beademing, met vloeistoffen, met medicamenten. En het is zo'n bewerkelijke zorg. En je ziet hoeveel mensen er nodig zijn om dat te kunnen bewerkstelligen. Toch? Om ervoor te zorgen dat zo iemand in leven blijft. Het is niet even iets doen. Dat is bewerkelijke zorg. Bij deze patiënt moet er nu een foto gemaakt worden van de longen, we noemen het de X-thorax. En de laborant is net binnengekomen en gaat dan nu een X-thorax maken. Alle perfusoren, dat zijn medicijnpompjes, zijn allemaal nodig. Het zijn belangrijke medicamenten die nodig zijn om de patiënt te kunnen laten overleven. Dus, er zit slaapmiddel in, er zit antibiotica in, er zijn medicijnen nodig voor de ondersteuning van de bloeddruk, hartslag. Dus de beademingsmachine. En zoals je ziet is er een buisje in de luchtpijp. En deze machine zorgt ervoor dat de longen beademd kunnen worden. Dat is de monitor voor bewaking van de vitale functies. En daarop kunnen we aflezen hoe snel de hartslag is. We kunnen zien aan de saturatiemeter, dat is het blauwe lijntje, hoe hoog het zuurstofgehalte is in het bloed. Daaronder zien we de bloeddrukmeting, die wordt dan invasief, dus direct in het vat gemeten. We kunnen de temperatuur ook daarop zien. Dat is een monitor waarop je alle belangrijke functies terug kan lezen. Ja, dan zo zie je dat er continu activiteit is op de dingen. Het is gewoon een kleine stad. Waar er continu activiteit is. En dat is niet alleen op deze IC zo, maar op alle IC's is dat zo.
Deze foto heeft hij dan net gemaakt, dat kunnen we dan terugzien hier op het scherm. En dan weten we, welke handelingen we nu moeten gaan uitvoeren. Ja, dus dit is een stukje van de long. En dat is ingeklapt omdat er hier te veel lucht in zit. Dat hoort niet zo. Ze noemen dit een pneumothorax. We hebben al een aantal patiënten, zwangere patiënten, jonge vrouwen op de IC opgenomen. Met een slechte afloop. Het zijn ongevaccineerde jonge vrouwen. En het beloop is triest. Ze overlijden. Ze komen heel ernstig, met heel ernstige klachten komen ze binnen. En ja, dan overlijden ze. Het beloop is fulminant bij de zwangeren. En dat is heel jammer. Het gaat allemaal om jonge vrouwen. Voor de eerste keer zwanger of niet. Dus dat is heel triest. De meeste dames die hier bij ons komen, die komen in het laatste trimester hier bij ons. En dan kunnen we nog net naar de operatiekamer gaan en via een keizersnee de baby eruit halen. En vervolgens komen de moeders dan hier bij ons te liggen. En nou ja, dan zie je ze echt eigenlijk zien de ogen achteruit gaan. Ja, en dan overlijden ze. Ze zijn echt in hele grote. Bijna alle zwangeren zijn overleden die bij ons op de IC terecht zijn gekomen. Zo slecht gaat het met ze. We hopen nogmaals u met deze beelden te hebben kunnen overtuigen hoe ernstig het voor iemand kan aflopen die niet gevaccineerd is. Wij vragen u beleefd vooral deze editie van het COVID-19-journaal zoveel als mogelijk te delen. Je vindt het terug op de social media kanalen van het ministerie van Volksgezondheid, het BOG en de kanalen van de communicatiedienst Suriname. Ook de waarschuwing van speciaal afgezant van Nederland, Mark Sprenger, moeten wij als serieus nemen. Vooral als gekeken moet worden wat zich in Nederland en de rest van Europa zich afspeelt. Laat je nu nog vaccineren, alvorens de vijfde golf toeslaat. Dr. Asin voorspelt dat. Dr. Asin is een deskundige wetenschapper en toch kreeg je heel wat domme reacties op Facebook over hetgeen voorspeld wordt. Aan het einde van elke golf hebben altijd weer de wetenschappers gewaarschuwd voor de volgende golf. Hebben we er geen lering uit kunnen halen? Is dat wat er in Nederland gebeurt ook niet echt zoals die zogenaamde wetenschappers of FB dat aanhalen? Mensen, ga dat prikje halen en denk niet te wachten op de dekkingsgraad, want precies daar kan het verkeerd aflopen. We zijn er vrijdag weer met een nieuwe editie van het COVID-19-journaal. Be safe.